Kweek A. We hebben ons voorbereid. Dag en nacht. En dan mag ik zeggen, het is zover. Wij hebben onze instructiebijeenkomst en onze officiële start, dus de opening, hebben we op donderdag 20 oktober aanstaande. Met betrekking tot de locatie. Hoogstwaarschijnlijk wordt het CCN. En de tijd is om 16:30 'smiddags. Ik moet nog een gesprek hebben met meneer Donk om dat organisatorisch te regelen. Maar officieel wordt de start gedaan door de minister hemzelf met zijn delegatie op donderdag 20 oktober. Ik denk dat vrijdag alle studenten dan hun inschrijfformulieren zullen moeten gaan ophalen. En maandag, dat is 24, is direct les volgen. Het is zover. Hoe zit het met lesmateriaal? In elk geval, voor wat lesmateriaal betreft, voor wat docenten betreft. Kijk, we maken een start, sowieso. En wanneer? Kijk, een 100% start gaan we zeker niet kunnen hebben. We starten alvast. We hebben al onze aanvraag gedaan. En het gaat niet lang duren dat we dan die materialen gaan krijgen. Dat is ons zeker beloofd door de OD-leermiddelen. Dat is ons beloofd. Ten aanzien van ook van de docenten. We starten alvast met onze lokale docenten. En daarnaast hebben we dan vanwege tekort aan kleuterpedagogen. Ja, is er gedacht aan één kleuterpedagoog vanuit Paramaribo brengen naar Nikeri. Maar daarnaast gaan we dan voorlopig moeten werken met onze HKL'ers in het district. Ervaren HKL'ers. Dus die HKL'ers gaan we dus weghalen van onze basisscholen. En die gaan we dus als leerkrachten gebruiken op onze Kweek A. Meneer Katisa, waar is de locatie van de Kweek A? De locatie zal zijn onze dag Kweek A. Dus het is dus waar Kweek B volgt, dag Kweek B, daar gaan we dus de locatie gebruiken. Is er voldoende ruimte daar? Ik denk dat er voldoende ruimte is. Ik ben vanmiddag daar voor oriëntatie. Meneer Katisa, hoeveel personen hebben zich ingeschreven? Hoeveel personen hebben zich aangemeld? De inschrijving vindt in het weekend plaats, vrijdag. Maar hoeveel personen hebben zich aangemeld? Is er voldoende belangstelling en mensen die alsnog willen komen registreren? Goed, tot op dit moment mag ik u zeggen dat we zeker 120 studenten hebben die in klasse 2 zullen zitten. En 45 in klasse 1. Dus als je nu een optelsommetje maakt, komt het zeker op 2 eerste klassen en 6 tweede klassen. Dat is ongeveer 8 klassen. Dat zijn dus de studenten die zich hebben geregistreerd. En waar wij dus al ze hebben verdiend in welke klas ze gaan zitten. Goed. Natuurlijk is het zo dat wanneer er anderen zijn die belangstelling hebben, dat ze dan ook nog contact met ons kunnen maken. En dan is het dan die vrijdagmiddag. Dat ze daar gaan en dat ze dus daar hun inschrijfformule ophalen. En het invult, hun inschrijfformule storten bij de bank en noem maar op. En als dat correct is, dan starten we. Dus er komt nog een na inschrijving in feite. Wat zijn uw verwachtingen over Kweek A? Goed. Er is belangstelling, mag ik u zeggen. We hebben ook groot behoefte aan onderwijzeressen, aan leerkrachten in Nikeri. De groep is groot. Alleen hoop ik dat we zeker te maken hebben met serieuze studenten. Er is veel energie erin gestopt om dit te doen starten. En daarnaast zal het ons heel veel geld kosten. Dus, ik hoop niet dat we straks veel uitvallers gaan hebben. Want ik ga u zeggen, het is een zware opleiding, zeker weten. Omdat de studenten in klasse 2 zeker één keer in de week ook praktijk zullen doen. Dus, het is een zware opleiding. Vooral voor wat betreft de werkende studenten. Dus, ik hoop dat de groep die wij nu hebben, dat die groep zeker blijft.
Meneer Katisa, hoe zit het met vervoer van studenten voor Kweka van Wageningen? Goed, in elk geval, wij hebben ons ook voorbereid op die studenten. En we hebben zeker al het aantal, voor wat betreft studenten van Wageningen, groot en klein hiernaar. We komen nu zeker op 24 studenten, die dus onze avond Kweek A gaan bezoeken. En we hebben al het voorstel gedaan aan het ministerie, dat mag u weten. En het besluit zullen zij dan moeten nemen. Maar in elk geval, laten we eerst starten ermee de komende weken. En aan de hand daarvan, dan kunnen nog zaken bijgesteld worden. Maar natuurlijk, ik denk dat het zeker zal lukken om vervoer voor deze studenten te regelen. Want als we vervoer ook hebben voor onze avond MULO-studenten, dan van Wageningen naar Niekerk, ook van Groot en Kleinheden, dan moet het ook lukken voor onze avond Kweka. Voor wat betreft de volwasseneneducatie, moet ik u zeggen dat wij al deze week, vanaf dinsdag, al bezig zijn met de registratie van de cursisten. En ik merk dat het niet zo vlot gaat. Dus we willen dan in elk geval komende maandag volop beginnen met de volwassenen-educatie, oftewel de Bigisma score, zowel in Wageningen als in Ikeri. Natuurlijk is het zo dat het misschien voor de mensen die een beetje ver zijn buiten nu een keer het een beetje moeilijk is. Maar dan nog wil ik de mensen vragen. Het is een school voor ons allemaal. Ik wil een beroep doen op een ieder. Dat als ze dan nog hun getuigenis nog niet hebben behaald. Oftewel hun basisschool nog niet hebben doorlopen. Dat ze toch gretig gebruik kunnen maken van de gelegenheid. Dus van deze plaats wil ik natuurlijk een oproep doen aan alle Nigerianen. Maak u gebruik van de volwassenen-educatie, de Bigisma score. Maandag starten we officieel. Dus als u belangstelling hebt, kunnen ze zich altijd wenden aan de Waterloostraat. Dat is OS 2 Nieuw Nikeri, vanaf 5:00 middags. Hoeveel inschrijvingen heeft u tot nu toe? Tot nu toe hebben we zeker 4 gevormde klassen. Wel, het aantal is nog niet wat het wezen moet. Ik denk bij de 12, 13 tot 14. Maar ik denk dat het meestal wanneer we zo al beginnen, dat men dan daartussen komt. Dus nogmaals, er is nog ruimte, er is nog plaats voor ieder die nog onderwijs wil genieten op dat niveau. Is er een leeftijd aan verbonden? Niet als zodanig, maar in elk geval, je moet toch tenminste zeker 17 jaar en ouder zijn. Hoe is de belangstelling de afgelopen jaren geweest? De belangstelling is altijd geweest. We merken dat we zeker met een aantal van 100 zoveel beginnen. Nikeri overal, ook van Wageningen. En elk jaar hebben we dat. Dan heb je ook een klein drop-out, een percentage bij de 10-15%. En de rest houdt het wel vol. Vanaf welke klas beginnen jullie? We werken in feite met fases. Hè. We hebben dus eigenlijk onze alfa-fase. Dat gaat om dus de mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Dan hebben we een fase VOV. Dat is dus, dat houdt in dus klasse 1 en 2 samen. En dan heb je de volgende fase, tot en met klasse 6. En daar gaan ze dus hun toets maken. En als ze geslaagd zijn of als ze hun getuigenis hebben behaald, dan kunnen ze toegelaten worden tot onze avond MULO. Dus dat is eigenlijk een voordeel van de school zelf. Want we hebben volwassenen. Ja? En ik mag u ook vertellen dat wij dit jaar hoogstwaarschijnlijk ook volwassenen-educatie zullen hebben op onze penitentiaire inrichting Hazard. Omdat zij ook dat hebben gevraagd.